Ik vind niet dat men ons echt heel lang aan het lijntje heeft gehouden. Want als men nu de situatie goed analyseert, dan ziet men dat de schulden echt zo groot zijn dat het bijna onmogelijk was om nog gered te worden. Ik heb gedurende deze maand zeer hard gewerkt om te trachten van dit te vermijden. En ik vind het bijzonder spijtig dat ik daar niet in gelukt ben. Wij hoopten eigenlijk dat de derde klas nog een beetje de redding zou zijn. De hoge loonkosten weg van de spelers. Enkele spelers dat dan zouden vertrekken en eventueel verder gaan met een propere lui. Maar we vrezen dat het zelfs nog erger gaat zijn. We vrezen zelfs nog vierde provinciaal of zelfs helemaal weg. Dat is eigenlijk de vrees die nu bij de supporters is. Ik heb alles meegemaakt met de club. Milaan, Straatsburg, alles naar tweede klas. Ik kom 7 van mijn 7 jaar. Ik vind dat een echt schande dat KV zo moet verdwijnen. Ik vind dat heel erg.